Welkom bij Rob's Healing Lessons en ik ga het vandaag hebben over het onderwerp hyperventilatie ventileert niet. Oké, wat is hyperventilatie? Hyperventilatie ontstaat eigenlijk door een soort angst of paniek. Het kan ook zijn een intens verdriet. Je ziet weer iets, je maakt iets mee of iemand zegt iets tegen je, waardoor je ineens herinnerd wordt aan dat intense verdriet wat je hebt weggeslikt. Dat zit in jouw buik nog steeds, weggedrukt, veilig. Jouw lichaam wil dat opruimen. Jouw lichaam wil dat die negatieve energie, want alles wat je wegdrukt, verdriet, boosheid, teleurstelling, dat wordt een soort negatieve energie. Dat geeft een blokkade ergens in je lichaam. Nou, jouw lichaam wil dat opruimen. Dus zodra zich een situatie voordoet dat weer iemand iets tegen jou zegt, waardoor hup, de boel naar buiten komt. Je voelt dat. Ineens komt er zo'n heel raar gevoel komt er uit die buik en dat gaat naar die longen. En dat gaat zeer doen bij je hart. En ogenblikkelijk, zodra dat dreigt te gebeuren, gaat jouw denken aan de gang en die denkt, nee, dat wil ik niet, want als ik hier ga zitten huilen of ik ga hier gillen of weet ik veel wat, gewoon om die emotie eruit te laten, wat zullen mensen van die denken, wat zullen ze van die van me vinden? En dan moet ik uit gaan leggen hoe dat zit en daar heb ik geen zin in. En dat denken is daar bang voor, dat denken wil die boel wegdrukken, druk dat eronder. Maar dat gevoel wil eruit, dat lichaam wil de rommel opruimen, want jouw lichaam wil schoon worden van al die zware energieën. Oké, wat er dan gebeurt? Je gaat versneld ademen. Je gaat heel snel ademen. Je gaat zo snel ademen dat je te veel zuurstof binnenkrijgt. Dat je te veel koolzuurgas uitademt. En als je te veel koolzuurgas uitademt, dan kan jouw lichaam te weinig gebruik maken van die koolzuurgas. En die koolzuurgas die heb je nodig om te zorgen dat jouw bloed op een bepaalde zuurgraad blijft. Wordt die zuurgraad te laag, omdat je je koolzuurgas niet kan gebruiken wat je inademt, dan zullen je bloedvaten zich gaan vernauwen. Als die bloedvaten zich gaan vernauwen, dan krijgen je hersenen te weinig zuurstof met alle gevolgen van dien. Wat er dus gebeurt, je gaat het benauwd krijgen. Je krijgt het gevoel alsof je gaat stikken. De troep wil eruit, je denken drukt de boel eronder en je gaat een soort op die manier ademen. En je komt in de problemen, je kan flauw vallen, zonder meer gaat het heel veel zeer doen. Als je dit nu niet meer wil, die hyperventilatie, dat komt natuurlijk niet iedere dag voor, maar af en toe zal dat gebeuren in je leven. Als je dat niet meer wil, dan is mijn voorstel, ga iemand zoeken waar jij, een soort vertrouwenspatroon, persoon waar jij je hart kan luchten. Ga iemand zoeken waar je kan praten over die weggedrukte pijnen, de verdriet, die emoties. Jouw lichaam wil dat kwijt. Het is beter dat je het kwijtraakt. Dat je het een plek geeft, dat je het gaat verwerken. Oké. Zie je dat helemaal niet zitten? Lukt dat niet? Wat je ook nog kan doen, is gaan werken met edelstenen. En dan denk ik aan de zogenaamde praatstenen. Je kan bijvoorbeeld een chalcedoon of een lepidoliet of een barnsteen. Dat zijn stenen die maken jou open. Die maken dat je gevoel rechtstreeks weer door die keel naar buiten komt. Die helpen zeg maar om dat keelchakra bij jou verder te openen. Want daar zit een blokkade als je je denken belangrijker bent gaan vinden dan je gevoel. Nou, dit is mijn verhaal. Hyperventilatie ventileert niet. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, aan deze informatie. En ik wil je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Healing Lessons. En ik ga het vandaag hebben over je kruinchakra als stofzuiger. Oké. Mensen houden van sieraden. Mensen dragen ringen, oorbellen. Veel goud, en nu is het zo dat een hoop mensen weten dat niet, maar goud